van de helm vast. Mijn naam is Cor van der Laak en wil hierom dat ik op onbeschrijfelijke wijze in mijn kuif gepikt ben door de zogenaamde behandeling die ik in deze zogenaamde kliniek heb ondergaan. Als je maar niet naar binnen gaat, hoor. Hou je er buiten, Cor. Ja, als jij maar niet naar binnen gaat. Wat wil namelijk mijn geval? Misschien een beetje onsmakelijk praatje, dus zal niet over uitweiden. Maar ik heb al jarenlang problemen met de bips. Ik stop met de bips. Alles aan gedaan, niets heeft mogen baten. Dan hoor ik via een neef van haar dus... Oom Sjors is niet mijn neef. Ik hoor dus via haar neef op haar verjaardag... Is niet mijn neef. Jo, Cor, ga eens naar die zoetstofwisselingstherapie. Kende ik niet, dus ik erheen. Je wil alles proberen, je wanhoop. Ben ik hier 3 keer geweest. 3 visites à 50 gulden. Jazeker. Plus dat ik mee naar huis kreeg een pot speciaal op mijn bips afgestemde rozenbottel jam à 260 gulden om de therapie zelf af te maken. Dat heeft me gekost. 10 kilo vuil ondergoed per week naar de stomerij. 3 pantalons waar de rotzooi dwars doorheen drong. En de bipsproblemen zijn nog even groot. Hoe groot zijn ze nou, Kok? Eerlijk zeggen. Zie je wel? Zeker die maat. En volgens dokter Jacobo van deze kliniek kon ik alles terugkrijgen van het ziekenfonds. Het zat in het ziekenfondspakket, deze alternatieve therapie. Niets van haar, geen cent van teruggezien. Niets krijgen van terug. En ik heb 3 brieven geschreven, beleefd dochtringen, met bijsluiting van postzegel. Niets op gehoord. Je belt ze op, er wordt niet opgenomen. Je belt aan de deur, het dokter van Essen doet open, die lange. En die zegt, patiënt van der Laak, therapie is voltooid, wegwezen. Jazeker, dus je staat machteloos. Wat kan ik nou doen om nog enige genoegdoening van mezelf te krijgen? Niets anders dan deze pot rozenbotteljam door de ruiten van de zoetstofwisseling therapeutische kliniek te donderen. En dat ga ik dus nu doen. Kok, sta klaar om weg te rijden. God voor de God! Goedemiddag, dokter. Ben je nou helemaal van de rotte bezeiken van de Laak? Voor de patiënt graag. Daar krijg jij stroop mee, vader. Dokter Jacobo! Van wie dingen, ja? Van wie dingen?